Mariette en Annette, moeder en dochter, werken allebei op kantoor bij het familiebedrijf Hendricks & Smits in Kastenrij. Deze door de wol geverfde Kumelenvrouwen weten precies hoe ze hun mannetje kunnen staan. Ik vind het fijn dat je een bedrijf van je ouders en je oom kunt overnemen. Ja, en dat voort kunt zetten. Moeder Mariette is blij met het enthousiasme van haar kinderen. Die hebben het nou overgenomen, denk ik. Dus je ziet in feite het bedrijf voortgaan, voortleven. Vroeger ging het natuurlijk allemaal anders. Het is gewoon een heel andere manier van werken, zeg maar, ten opzichte van toen. Ja, het gaat heel wat makkelijker in feite. Als dat je vroeger een typemachine had, voordat je dan de factuur klaar had. En ja, hoe weet je, zeg maar, als je wat typfouten eigenlijk had. Misschien gaat het makkelijker, maar de verantwoording blijft. Annette voelt een grote verantwoordelijkheid voor het personeel. Het stukje voor het personeel, het zo goed mogelijk op orde willen hebben. Het goed geregeld willen hebben, dat vind ik ook fijn. Beiden zijn het erover eens dat flexibiliteit erbij een noodzakelijke kwaliteit is van de Kumelenvrouw. Ja, als je 's morgens eigenlijk je eigen straatje maakt van ik wil dit en dat en dat en dat. En dan kom je op kantoor of net wat en dan... Ja, zijn de werkzaamheden misschien al verschoven, want het weer was niet zoals jij dacht dat het had moeten zijn. Dus of je bent met meer of met minder, of je, ja, iemand wil gebruik van jouw dienst maken of net wat zeggen. Dus je kunt niet beginnen met wat je eigenlijk zelf gepland hebt. Ja, maar van de andere kant denk ik ook van, nou ja, hoe flexibeler dat je daarin bent, hoe sneller dat je dat ook eigenlijk allemaal oplost. Want jouw tijd komt naar de hand van weer. Doordat je gewend ziet dat er in de planning wel eens dingen veranderen, ben je ook gewend dat Martijn bijvoorbeeld geen vaste werktijd heeft, dat hij klaar is. Of dat hij gewoon maar even opbelt van ja, ik ben later, want er is een machine kapot of zit tegen. Dat wordt dan wat makkelijker om zo'n dingen op te vangen, doordat je dan op het bedrijf ook mee omgaat. Flexibel dat je daarin bent, dat dingen van de ene minuut op de andere kunnen veranderen, hoe beter het ook voor jezelf is.